Hallo iedereen, vandaag ga ik jullie een beetje de basis uitleggen van het haken en de basisteken zo goed mogelijk laten zien. Ik hoop dat jullie deze hoek goed kunnen zien. Ik heb extra wol gepakt die wat feller is van kleur. Dus we zullen gaan kijken hoe of het allemaal gaat lukken. Dit zijn de basisdingen die je eigenlijk nodig hebt om te haken en iets moois te kunnen maken. Ik heb hier wol, dit is gewoon een simpele acrylwol die je overal kan kopen. Bij de Action, bij de Zeeman, bij de Vibra. Er zijn verschillende plaatsen voor. Dat is een bolletje dus. Ik heb een aantal haaknaalden. Je hebt haaknaalden in verschillende diktes. En met verschillende diktes kun je verschillende dikte steken bereiken. Meestal als je een patroon hebt, staat er ook bij welke maat je nodig hebt. Dus kijk er goed altijd even naar. Ook heb ik een speciale dikke naald. Dus een garen naald. Met een grotere kop erop. En daar kun je je draden mee wegwerken. In je werk dus. Die heb je ook altijd nodig. Nou, laten we gaan beginnen. Ik pak een wat grotere haaknaald. In een contrasterende kleurtje. Jullie het goed kunnen zien. En dan gaan we met de basis beginnen. Als allereerste wat je moet leren. Is een lusje. En om een lusje te maken. Ik gebruik zelf deze techniek voor, omdat ik die zelf het makkelijkste vind. Pak ik mijn twee vingers. Ik hou het lusje vast. En draai hem zo om mijn vingers heen. Dan haal ik het losse draadje eroverheen. Zodat hij gekruist is. Dan gaat dit draadje, dus de lange lus, tussen mijn vingers door. Hou ik hem vast. Dus ik heb hem nu hier gekruist zitten. Ik hou hem hier even vast. En dan kan ik hem hier de lus pakken. En eroverheen halen. En dan kan ik dit dus aantrekken. Zo. En dit is dus het begin van mijn ketting. Mijn eerste steek. Ga ik het op een haaknaald zetten. Een haaknaald hou je vast zoals een pen. Ik hou hem dus vast tussen duim en wijsvinger op het platte stuk. En in mijn andere hand hou ik dus de twee draden. Dan kan ik deze dus gaan aantrekken. Dan hebben we dus onze eerste steken. Dan gaan we dus onze steken verder maken. We moeten een ketting gaan maken. Ik vind dat het makkelijkste door je deze twee vast te houden. Zo, op deze manier. Ik doe hier mijn draad zo over mijn vingers heen. Ik pak mijn korte lusje tussen mijn duim en mijn ringvinger vast. En dan heb ik een beetje spenen om mee te werken. Dan pak ik. Dus ik heb hier dus mijn korte einde. Hou ik dus hier vast. Deze gaat hier zo overheen. Dan gaat deze dus omheen. Zo eronder door. En dan trek ik hem dus aan. Dus, ik heb hier mijn korte einde. Ik heb hier mijn lange draad. Hij gaat er zo onderdoor. En ik trek hem er doorheen. Dus nu nog een keer. Dus hij gaat er onderdoor. Dus mijn lange draad wat hier is. Ik haak hem vast. En ik trek hem er doorheen. We hebben dus al twee steken gemaakt. Ik ga er even 10 in totaal doen. Dus er onderdoor. Ik haak hem vast. Ik haal hem er doorheen. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik zal even de draad een beetje aan de kant leggen. Dus hij gaat er dus. Dus, nog een keer. Onderdoor. En eromheen, er doorheen, er onderdoor en er doorheen. En niet te strak trekken, want je moet natuurlijk je naald weer hierin kunnen steken. Dus ik doe hem er onderdoor. Kijk, mijn haaknaald gaat er onderdoor. En dan pak ik hem dus vast. En ik ga hem er doorheen. Ik heb dus al 1, 2, 3, 4, 5,
zes, zeven, acht, negen en tien. Dan hebben we dus onze basisketting. Kijk. Dat is in principe gewoon hetzelfde als vingerhaken. Nou, om dan met onze toeren te gaan beginnen, dus met onze rijen te gaan beginnen, doe je altijd een steek extra erop zetten. Dus voor een enkele vaste maak je één extra steek. Dat je hem niet hierin gaat werken, want dan krijg je een scheef patroon. Maar je gaat hem in de tweede werken, dus ik maak nog een steek. En dan zie je hier allemaal lusjes. Nou, om onze vaste te maken, dus onze eerste vaste, hebben we hier dit lusje. Ik hoop dat jullie dat goed kunnen zien. En wat we nu als eerste gaan doen is, pakken onze tweede lus, niet de eerste van de waar we zijn, maar de tweede. Dus hier is de eerste, hier is de tweede. Dus ik steek hem erin. Maak hem al eroverheen. En dan haal ik hem één keer erdoorheen. Hebben we dus twee lusjes erop zitten. Dan gaat de nog een keer de naald eroverheen, dus de draad eroverheen. En dan trek ik ze door beide tegelijk doorheen. We hebben dus onze eerste vaste gemaakt. Dan gaan we dus de tweede doen. Door het tweede lusje heen, over de naald heen, erdoor halen. Dan hebben we twee lusjes erop zetten. Draad over de naald heen. En doorhalen. Dus hij gaat er doorheen. En het kan een beetje moeilijk zijn om het goed te zien waar je bent. Dat het een beetje gaat krullen. Gewoon rustig blijven. Lukt je wel. Dus één keer er doorheen halen. Als je twee lusjes hebt. En er doorheen. Insteken. Eroverheen. Doorhalen als je twee lusjes hebt. En door allebei tegelijk. Insteken. Doorhalen. Dat je twee lusjes hebt. En door allebei tegelijk. Ik zal het even afmaken snel. Dus insteken. Doorhalen. Overheen. Eroverheen. Zo. Als ik alle tien heb. Insteken, doorhalen, eroverheen. En dan hebben we onze eerste toer gemaakt. Nu we onze eerste rij vaste hebben gemaakt, wordt het tijd om te gaan draaien. Dit doe je heel simpel. Door één keer de draad eroverheen te halen. Dus één losse ketting te maken. En dan draaien we hem om. Nou, in plaats van in deze werken gaan we in deze werken. En je ziet hier een rij met veetjes. Daar ga je in werken. We pakken dus de tweede, want die eerste is onze om hem om te slaan. Om hem een rechtsklapje te maken. Dus ik steek hem hier in. Deze tweede ren. Ik haal de draad eroverheen. En ik haal hem er doorheen, zodat we twee lusjes hebben. Net zoals net. Eroverheen. En door allebei tegelijk heen. Dus de eerste steek van onze tweede toer. Weer opnieuw. Door alle twee lusjes heen. Je kunt hem even zo houden dat je het goed kan zien. Dus alle twee lusjes heen. Eroverheen. Doorheen halen dat je twee lusjes hebt. En door alle twee tegelijk heen. Dus je kunt hem even zo houden. Dus erin steken. En trek ze niet te strak aan. Anders kun je de volgende rij niet makkelijk steken. Dat is drie. Doorheen. Twee lusjes.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit is dus hoe je een lapje gaat haken. We zijn dus onderaan hier begonnen. Eerste rij, tweede rij, derde rij. En zo gaan we dus in een zigzaggend patroon verder. Gaan we nu nog een keer omdraaien. Dus weer op dezelfde manier. Een losse er doorheen. Draai hem om. En dan met de derde toer te beginnen. Weer in de eerste V, dus niet die je net gemaakt hebt. Dus niet die losse. Maar de eerste V. Er doorheen. En nog een keer erheen. Dus door alle tweede lusjes heen van de V. Twee lusjes. En nog een keer doorhalen. Ik zou dat nog een keer goed laten zien. Van dichtbij. Dus door alle tweede lusjes heen. Ik hou mijn draad hier op spanning vast. Dat vind ik altijd het makkelijkste. Dus dan pak ik hem zo eroverheen. Dus de haaknaald gaat er onderdoor. Pak hem vast. Haal hem er doorheen. Twee lusjes. 1, 2. En alle tweede erheen. Door alle twee heen. Twee lusjes. Er doorheen. Door alle twee heen. Twee lusjes. Er doorheen. Door alle twee heen. Twee lusjes. En er doorheen. Door alle twee heen. Twee lusjes. En er doorheen. Door alle twee heen. Twee lusjes. En er doorheen. Door alle twee heen. Twee lusjes. En er doorheen. En door alle twee heen. Twee lusjes. En er doorheen. Dan hebben we dus al drie toeren, drie rijen gemaakt. Dit is dus de basissteken. Dus dit is de enkele, dus gewoon de simpele vaste steek. Nu gaan we een stokje maken. In plaats van nou één keer een losse te maken, dus één keer een ketting te maken, dus een losse, dus doen we er twee. Dus doen we er één en twee. Om nu een stokje te maken, draaien we onze draad één keer om onze naald heen, voordat we hem erin stoppen. Dan gaat hij hier in de V. Dan gaat hij nog een keer over de naald heen. Dan hebben we dus vier lusjes. Dan halen we ons eerste lusje door het tweede lusje heen, dus het V'tje heen. Dus. Dan hebben we er drie. Dan pakken we onze draad. Die gaat er overheen. Die gaat hier door de middelste twee heen. Dus 1 en 2. En dan de laatste twee. Zo krijg je een dubbele grote steek. Kijk, dit is een hogere steek. Dus een stokje. Dus nog een keer. De draad gaat er een keer omheen. We steken hem in de V. Dan pak ik hier mijn draad eromheen. En die gaat door de V heen, zodat ik er drie heb. Dan gaat de draad eroverheen. En die gaat dan door deze twee heen. De middelste twee. Dan zullen we er twee overhouden. Draad eroverheen. En nog een keer. Door alles heen. Dus we pakken onze draad. Om onze naald heen. In de volgende V. Pakken onze draad weer. Vier draden. Eerste draad.
door de veetjes heen, draad eromheen, door de twee heen, dat er twee overblijven, eromheen. Kijk, en dan krijg je ook een hogere steek, er zit wat meer gaten tussen, dus net een treinspoor eigenlijk. Dus eromheen, doorheen, doorheen halen, drie lusjes, eromheen, eerste twee, twee over, omheen, drie, vier, twee, één. Ik zal het even doormaken. En hoe vaker je het doet, hoe handiger je het dan wordt. Het lijken veel stappen, maar als je het even in de gaten hebt, dan gaat het heel snel. En dit zijn dus al drie basissteken, of meerdere basissteken, die je nodig hebt in het haken. Wat hebben we nou dus nog geleerd? We hebben dus geleerd hoe we een ketting moeten maken, dus de basisketting. We hebben geleerd hoe we onze eerste toer met vaste op moeten zetten, moeten draaien, tweede, derde toer. En we hebben geleerd hoe we van vaste naar stokjes kunnen gaan in onze vierde toer. Dankjewel voor het kijken naar deze haaktutorial. Ik ga jullie nog wel meer leren. Ik hoop dat jullie het heel interessant vonden. En laat me natuurlijk weten dat jullie nog allemaal meer willen zien of voor haken en of jullie dat leuk vonden. Ik wens jullie een hele fijne dag en onthoud jongens, be unique!